Welkom bij het Gamekingsjournaal van 22 november 2022. En vanaf vandaag is de problematiek rond de aankoop van Activision Blizzard door Xbox en al die onderzoeken die lopen. Het schijnt dat nu ook Amerika zo'n onderzoek wil gaan doen. Voor mij is het nu niet langer een, 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 uh, ja, een, een, een onderzoek. Het is een soapserie geworden. Het is officieel een soapserie geworden waar echt. Het ene nieuws naar het andere nieuws, uh, wat mij betreft nog dommer is dan dommer. En uh, wat is er namelijk gebeurd? De New York Times heeft naar boven wit te halen dat er, nadat Xbox PlayStation het aanbod had gedaan om uh, Call of Duty drie jaar lang na het einde van het contract, en dat is nog twee jaar, uh, drie jaar lang sowieso, dus niet dat het dan eindigt, maar sowieso. Ook gewoon compleet, exact op de PlayStation uit te brengen. PlayStation heeft gezegd dat dat een, uh, ja, een belachelijk aanbod was. Een minderwaardig aanbod. Dat ze daar natuurlijk niet op konden ingaan. Toen heeft dus Xbox een nieuw aanbod gedaan van 10 jaar. Dus de komende 10 jaar zou er sowieso niks veranderen aan. De manier waarop Call of Duty op dit moment ook uit gaat komen. Niks zou veranderen. PlayStation is niet op dat inbod aangedaan. Gisteren heeft dan Jim Ryan, nadat het uit is gekomen, ook weer gezegd: van ja, nee, maar dat zeggen ze wel. Maar goed, Microsoft heeft de geschiedenis van uh, dat ze klanten altijd uh, bezoedemeten. Oké, okay. hebben ze inderdaad af en toe wel eens gedaan. Maar beste Jim Ryan, dat heeft PlayStation ook gedaan. Industrie, ja. Ik bedoel, er wordt nu een aanbod gedaan. Tien jaar reageren ze niet op. Phil Spencer heeft aangegeven dat, wat hem betreft, PlayStation het zelf mag uitzoeken hoe lang het moet zijn. Hij had het over de PlayStation 7. Dat is fucking lang weg. En Jim Ryan blijft zich en Jim Ryan en PlayStation blijven zich verzetten. Gaat waar gaat het nu om? Is hij nu echt. Zo bang voor de Game Pass dat hij er alles op alles doet om dit tegen te werken? Of is hij heel erg bezig om de gamer te beschermen? Ik begin er steeds meer en meer aan te twijfelen. En ik zie ook op het internet dat ook steeds meer analisten... Uh, dit nu toch wel een beetje een schertsvertoning beginnen te vinden... Uh, van de kant van PlayStation. Ik bedoel, tien jaar lang <coughs> sowieso. Dat is al zo'n tijd vooruit. <coughs> ik bedoel, dat is feitelijk een ongekende deal en... Nogmaals, Phil Spencer heeft ook gezegd, ze gaan er niks aan veranderen. Het maakt geen zens, ze hebben het niet nodig, et cetera, et cetera. Ja, de game gaat natuurlijk op een gegeven moment op Game Pass komen. Maar, heeft Phil Spencer gezegd in Xbox, dat kan PlayStation ook doen. Als zij het gewoon op uh, Game Pass willen hebben, alsjeblieft. Maar dat willen ze niet. Ja, wat willen ze dan wel? Het lijkt erop dat zij willen vasthouden aan de status quo waarin zij namelijk altijd alles uh, dominant maakten. Uh, de status quo die ze ooit zelf ook hebben gebruikt om zega de markt uit te beuken door de console uh, een, een, een veel lagere prijs aan te geven. Ik bedoel, dat is wat industrie is. Soms zit je op de troon, soms flikker je ervan af omdat een andere opeens weer terugkomt. Um... It, it, it is, ja, weet je wel, het begint nu echt een beetje een soap te worden waar zelfs ik een klein beetje moe van ga worden. Maar goed, uh, laten we kijken of PlayStation hier nog wel serieus op gaat reageren. Dan, um, leuk uh, over de Game Pass. Ik bedoel, <coughs> we hebben er heel veel over gezegd. Maar een van de geheimen van de Game Pass is natuurlijk nog steeds, wat betaalt Microsoft dan voor die deals? Hè? Ik bedoel, als zij een third-party partij willen hebben. Dan moeten ze betalen. Hoe werkt dat? Nou, um, dat weten we in ieder geval ietsje beter. Dankzij um, de LinkedIn van Ben Favreau. En hij, um, hij is de senior content planner van Xbox. Wat mij betreft, een bijna net zo leuke baan als ik heb. Ik bedoel, gewoon een beetje achterover zitten en zelf bepalen welke games cool zijn om op Game Pass te hebben. Dat is wat deze man doet. En dan staat ergens een beetje um, puntje 2. Drive content valuations and develop win-win deal structures that maximize partner value and R uh, ROE, the uh, return of interest, uh, for um, Microsoft have worked on deals of all sizes from 1 million to 100 million plus opportunities. Dus feitelijk de deals lopen van 1 miljoen naar 100 miljoen plus. Nou, dan meteen alweer de, de, specula uh, de speculatie van ja, wat zijn dan die 100 miljoen plus deals? Waar we dan een beetje, uh, omdat we dat niet weten, dat, dat gaat hij ook natuurlijk allemaal niet <coughs> specifiek op LinkedIn zeggen. <coughs> maar waar we dan met wat analisten en, en gewoon uh, als je in de comments kijkt op uitkomen, is dan uh, dat het mogelijk het EA Play Partnership is. Oftewel, je kunt dus games uh, die op EA Play, dat EA Play Partnership, die zit er gewoon in. Waarschijnlijk betalen ze daar 1 tot 2 dollar per subscription voor uh, per lid. Uh, nou, er zijn ongeveer 30 miljoen uh, leden. Nou, dan kom je al op de 60 miljoen. Wie weet betalen ze nog wat extra's. Dus daar moet je een beetje aan denken. Ik weet niet of ze al voor een game zoveel hebben betaald. Zo'n losse game. Ik denk dat de meeste deals, met name als we kijken naar indies... ergens rond de miljoen ligt... En de wat grotere games uh, rond een paar miljoen of iets hoger gaat liggen. Uh, de maker van Pentinent, een fantastische game. De review komt deze week uh, ook bij ons online. Die heeft al gezegd: deze game was nooit ontstaan als de Game Pass. Als Xbox niet had voorgefinancierd. Gewoon logisch in deze markt op dit moment, die zo zwaar onder druk staat, nemen publishers geen risico meer. Game Pass is dat risico wat makkelijker, omdat omdat het een subscription model is, gaan mensen games uitproberen. En wat zie je? Pentinent wordt gespeeld. Veel gespeeld, gewoon. Uh, terwijl ik 100% zeker weet als die gewoon full price alleen maar in de markt zou liggen, <coughs> heel veel mensen zouden denken. Ja, ik weet het niet. man, Het is een beetje een weird game. Het is namelijk ook een weird game. Uh, ik ga hier niet voor betalen. Dat is de kracht van Game Pass. En ja, dit soort deals sluit deze. Man, dus goed, weten we dat ook weer? Dan um, een gerucht wat ook al een tijdje gaat: is namelijk dat Zenimax Zeni Online Studios, uh, de makers van Elder Scrolls Online, ook bezig zijn met een nieuwe IP. En uh, er is een interview geweest met uh, ja, de grote baas daar, uh, die daar, uh, dat leidt, Ben Jones, hij is de creative director. En hij heeft aangegeven uh, dat ze inderdaad uh, een nieuwe IP aan het maken zijn. Dat is natuurlijk niet wat je nu ziet. Want dat is Elder Scrolls online. Uh, er zijn nog geen beelden van. Maar ze zijn nu al. 4,5 jaar bezig met deze nieuwe IP. Um, er werkt een team van 200 man aan. Hij heeft het over een global team, dus waarschijnlijk zijn er verschillende studio's die hier aan werken. Um, en echt veel meer nieuws vertelt hij er ook niet over. Maar iets wat al 4,5 jaar in ontwikkeling is, dan zeg maar iets dat dat binnenkort wel eens naar buiten gebracht kan worden. Bijvoorbeeld. In juni rond de E3-tijd. Ik denk dat nu op dit moment nog alles een beetje te vroeg is. Maar het feit dat hij nu al interviews aan het geven. Of dat hij nu een interview heeft gegeven waarin hij al wat meer duidelijkheid geeft. Geeft mij um, eigenlijk wel aan dat we binnenkort meer van deze titel gaan horen. Ik ben heel benieuwd. Um, Elders Console Online is natuurlijk gewoon een van de beter lopende uh, MMO's. We doen er hier ook regelmatig wat aan met Bethesda binnenkort. Gaan we zelfs iets heel unieks met ze doen. Iets met middeleeuwse drank eten. <coughs> en Dungeons and Dragons. Oftewel de tabletoppers. Dus dat wordt hartstikke leuk. Uh, maar ik ben heel benieuwd welk, wat voor nieuwe MMO het is. En welke setting dit gaat plaatsvinden. Uh, dan als laatste een klein casual nieuwtje. Want het is op een casual manier aangekondigd. Dat is uh, Bayonetta 4. Gaat er dus komen. Bayonetta 3 is net uit. Nou, ik denk dat je meer hebt gehoord over het gezeik uh, tussen de... Uh, voice actress en uh, Bethesda, want uh, nee, en, en Platinum, want dat, daar was een hoop heisa overheen. Ik weet niet hoeveel de game nu verkocht heeft. Ik heb niet gehoord dat mensen het massaal aan het boycotten waren omdat zij niet mee mocht doen. Ik denk dat dat verhaal wel een beetje uit de wereld is geholpen, uh, mede door haarzelf. Um, maar um, Bayonetta 4 komt er nu aan. hoe weten we dat. Heel grappig. Uh, de uh, baas van uh, Platinum. En dat, die heet. Uh, moet ik even zien. Kamija. Hideki Kamija. De chief game designer. Die heeft een interview gegeven. Omdat mensen. En dan ga ik niet spoilen. Maar het eind van Bayonetta 3 apart vonden. Ze vonden het een beetje apart. En hij zei: Dat kan ik begrijpen. Maar don't worry. Want in Bayonetta 4. Wordt je uitgelegd hoe dat dan helemaal in elkaar zat? Zo hebben we deze serie opgebouwd. Oftewel, Bayonetta 4 gaat er aankomen. Nou ja, goed, dan weten we nu al dat Sk8 daar hartstikke blij mee gaat zijn. <tus> maar dit gaat denk ik nog wel een paar jaar duren voordat we dit weer gaan zien. Uh, ik ben ook heel benieuwd wat die game uiteindelijk gedaan heeft. Want de vorige delen waren allemaal zo rond een miljoen. Uh, dat is eigenlijk niet zo heel veel. Um, deze serie verdient wat mij betreft wel wat meer. En wie weet dat al dat gezeik rond die stemactrice geholpen heeft... om deze serie wat omhoog uh, te preppen. Um, goed, dat was hem. Dat was um, het GK-journaal van dinsdag. En ik wil je even verwijzen naar donderdag. Dan hebben we natuurlijk weer een GK-journaal. Maar ik denk rond een uur of drie... doen we ook nog een speciale Warzone-stream. Die hadden we eigenlijk op <coughs> vrijdag gepland... Maar toen ging er van alles en nog wat mis met het internet hier. Uh, die deed het gewoon niet. Met dank aan uh, onze grote vrienden van KPN. <coughs> en ik heb de kriebel in de kelp. Maar die gaan we natuurlijk inhalen. En dat doen we dan gewoon aanstaande donderdag. Dan zit niemand ook voetbal te kijken. Uh, dus dan gaan we, uh, en dat zullen Koos en ik zijn, gaan proberen een winnetje te scoren in Barzone. En je kunt ook weer dingetjes winnen als we tenminste een winnetje pakken. Dus kom dan gewoon gezellig even kijken. Aanstaande donderdag dus vanaf een uur of drie. Um, ja en donderdag weer gewoon een nieuwe editie met hopelijk uh, nog meer nieuws en liefst dan weer niet van die soapserie rond Activision Blizzard.